3, 2, 1. Ik spreek hier met Cor Molenaar. Hij is professor e-commerce bij de Erasmus Universiteit. We hebben veel gewerkt in het verleden. Cor, als je kijkt, je weet alles van e-commerce en je weet ook alles van organisaties die mee begonnen zijn. Heel vroeg, gemiddeld en laat. Welco begint nu ook met e-commerce. Ze hebben een enorme succesvolle chain. Ze verkopen heel veel dierenvoedsel, heel veel tuinmeubilair. En ze beginnen nu met een online strategie. Wat zijn de dingen die ze in gedachten moeten houden? Nou, ze moeten in gedachten houden dat we met internet verschillende fases doorlopen hebben. En nog zullen doorlopen. Het begon met een substitutiefase tot 2003. Waarbij de oude processen vervangen werden door digitale processen. Geen echte vernieuwing. Toen kwam de communicatiefase. Waarbij steeds meer consumenten en mensen op internet kwamen. Die met elkaar gingen communiceren. Nou, heel duidelijk is natuurlijk Facebook. Heel duidelijk is de smartphone, de impact, de tablets. En nu zijn we gekomen aan een nieuwe fase. Waar Alibaba eigenlijk toch gewoon leidend in is. De platformfase. En als je dan kijkt naar de nieuwe digitale strategie. Dan moet je niet naar het verleden kijken. Maar juist naar de kansen van de toekomst. Dus ik zou dan ervoor pleiten dat Welco, die toch een goede naam heeft in de markt, en zeker bij de wat kleinere gemeenten, dat ze daar een platform gaan beginnen, waarbij ze relevant worden voor de dierenbezitters. Dat bieden ze dus voedsel aan, logisch. Maar ze kunnen veel meer aan gaan bieden. Ze kunnen partijen aan elkaar gaan binden. En dan denk ik bijvoorbeeld aan dierenartsen kunnen ze gaan binden. Ze kunnen op dat moment ook klinieken, dierenopvang binden. Allemaal op een platform waarbij Welco leidend is. En waarbij ze dus informatie kunnen verstrekken. Ze kunnen faciliteiten aanbieden voor al die partners. En ze kunnen gaan verkopen. En als ze dat platform goed in de markt zetten, dan zullen de mensen daar automatisch komen omdat ze informatie nodig hebben. En dan gaan ze automatisch ook kopen. Want Welco is natuurlijk wel een heel degelijk bedrijf met een hele goede naam in de markt. Ja, dus je zegt ook, ga niet alleen maar je eigen primaire proces van het kopen van bepaalde producten doen. Wees zo relevant mogelijk, want anders komen mensen gewoon niet naar je. Als je het dan hebt over platformen, je hebt de enerzijds over, je hebt Alibaba, en anderzijds in Amerika is natuurlijk Amazon. En dat zie je ook in Duitsland, is Amazon ook gewoon aanwezig. Ja. Maar ook heb je als platform van communicatie heb je Facebook en je hebt LinkedIn. Ja. Maar Facebook is in dit geval relevant. Moet je dat soort platformen ook gewoon niet intens gebruiken? Ja, kijk, social media is hier om te blijven. Dus natuurlijk moet je dat ook gaan gebruiken. Maar met social media, zoals een Twitter of een Facebook, dan trek je mensen naar je eigen platform toe. En het is meer voor een stukje communicatie. Wat je ziet bij Amazon, maar ook bij Bol.com, dat zijn marktplaatsen. Die pakken dan tussen 10% en 20% van je marge en die gaan dan je spullen verkopen. Wat heel mooi is van een platform, dan vertrouw je bijvoorbeeld de Welco en dan leg je directe koppelingen tussen fabrikanten en consumenten. Maar dan ga je mooi tussen zitten. Als ik kijk naar Alibaba, die heeft helemaal niets. Alleen de koppeling met hun leveranciers en hun klanten. En die halen ook een EBIT eruit van 55%. Omdat ze dus geen voorraad hebben, geen magazijnen. Ik krijg zogenaamde peer-to-peer concepten. Ik denk dat het merk van Welco sterk genoeg is om dit te gaan ontwikkelen. En dat kunnen ze gaan onderbouwen met allerlei social media toepassingen die relevant is voor de doelgroep. En dat hoeft niet via Facebook alleen of via Twitter, maar ook via nieuwsbrieven of via andere media die je kunt gebruiken daarvoor. Professor.